Yo kijkers van Watch Jagger, welkom bij een nieuwe serie op mijn kanaal. En deze keer zijn we weer terug met The Lord of the Rings. En hij is weer terug van weg geweest, want het heeft een tijdje geduurd. Hallo, hier zie je mijn Minecraft skin. Goeiedag allemaal. We zitten hier in het geweldige land, oftewel Umbar. En dit is allemaal net toegevoegd in de laatste update. En ik, zoals jullie kunnen zien, speel ik met shaders, want dat is ook wel makkelijker gemaakt. Nu heb je namelijk alleen om Optifine nodig om met shaders te kunnen spelen. Oh, wat een mooie motion blur zit hierin, zeg. Zo, jongens, waarom weer de Lord of the Rings? Want ja, het is alweer een tijdje geleden. Nou, ik dacht van, we zoeken weer eigenlijk een soort van leuke Minecraft-serie op mijn kanaal, die we gewoon elke week kunnen doen. En op dit moment wordt er weer gewerkt aan de Lord of the Rings mod. Dus we kunnen weer dagelijks, slash wekelijks, slash maandelijks, slash jaarlijks video's gaan opnemen met content hiervan. En ik denk dat jullie daar wel heel blij mee gaan zijn. Want de Lord of the Rings mod is gewoon toch even een leuke versie van Minecraft. Want wie gaat nou 1.14 Vanilla Survival spelen dan? Ik niet! Oké, goed. Maar we zijn hier dus in Umbar. En zoals jullie kunnen zien, het is een heel vrij mooi, rustig landschapje. Je ziet hier in de verte zie jij een vrouwtje. Hallo mevrouw, achter de waaiende bosjes, als ik het zo moet zeggen. Wat doet u daar? Niks? Oké. Goed. Wij zijn hier bij een trainingsveld. Dus zoals jullie kunnen zien, hier staat een machtig setje. En we gaan even dit zwaardje pakken. Dit is een Hardly Unburied Scimitar. En wat doet dat eigenlijk? Wat staat erop? We gaan even kijken. We zien hier Or Hardy Unbark Scimitar, of hoe je het moet zeggen. Hij heeft een wat extra durability erop. Hij is 1.25, dus hij gaat net wat langer mee. We zien hier een armor stand. En dan gaan we dan even alle armor afpakken. Want wat hebben wij hier? Wij hebben hier een hele mooie set van Unbark. Kijk, Soldier of Umbar. Wow, moet je kijken hoe ik eruit zie. Is toch vet, man? Hij heeft gewoon, ja, hij heeft iets op zijn hoofd. En ik heb een mooie scimitar, maar ik heb nog geen schild. Dus ja, we zijn flink gegeerd nu. En wat betekent dat? Wat betekent dat eigenlijk? Hé, hier is nog een kistje. Eens even kijken. We hebben een boog. We hebben pijlen en we hebben kebab. Nou, mooi. Hier, dat kunnen zelfs nog. Oh, er is een boog van Harad. Waarom is er geen Umbar boog? Misschien dat die nog in de toekomst komt. Maar nu nog niet. We gaan even oefenen, oké? Kijk, we gaan even. Tja, 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 tja. Het werkt. Oké. Ik ben er klaar voor. Goed. Ik was dus hier een beetje aan het rondlopen. En ik zat hier dus een beetje te kijken met mijn maten van Umbar. En ze hadden een verzoekje. Ze hadden namelijk een beetje een lastig verzoekje. Want wij zitten hier nou. We proberen hier ons te settelen. Maar de laatste tijd komen er steeds meer mensen van dat grote Gondor hier. En die moeten wij eigenlijk niet zoveel hebben. Dus ik heb even met de kapitein gesproken in deze barak. En die heeft tegen mij gezegd dat er verderop, daarachter, jawel, dat daar een kampje is met Italian soldiers. En deze Italian soldiers, die wil hij zo ver mogelijk uitgeschakeld hebben. Nou, ik denk als geen ander van, hey, dit is een klus voor mij. Dus wat we gaan doen deze aflevering, we gaan gewoon even lekker op zoek naar die Gondorians / Italians. En dan kijken we even wat er aan de hand is. En we kunnen in de tussentijd mooi genieten van dit hartstikke mooie landschapje. We zien hier ook wat vriendelijke mannen. Yeah, the mercenaries will fight for you. But will they share the plunder with you? Dit zijn echte piraten zoals jullie kunnen zien. Ze hebben best wel mooie schilden. Ik heb, dit zijn trouwens geen Umbar warriors of wel. Dit is een Corsair. Oké, maar kijk, er zit nog best wel wat verschil in onze armors. Als ik zo kijk, moet ik er even naast gaan staan? Ja, moet je kijken dan. Ben ik nou zo'n lader of niet? Ik weet het niet. Ik vind het wel mooi geweest. Misschien dat hier eentje staat met zijn armor. Ja, hier heb je ze wel lopen. En hij heeft zo'n mace. Die is wel fucking bruut trouwens. Hartstikke nice. Ja, oké, daar is het pad. Daar is een paard. Yeah. We gaan gewoon het pad langs. We gaan gewoon kijken hoe het zit. We gaan even hier opzij. Lothlorien, we zijn op zich met elk kingdom, behalve met Gondor, hebben wij negatieve alignment. Dat is nog niet zo heel problematisch. Oh, en het wordt alweer donker, jongens. Dat moeten we niet hebben. Ik heb geen torch. Dat is wel even nadelig. Dus we gaan eventjes een sprintje trekken. Hoe werkt dat? Zodat het. Moet ik even kijken. Options, controls, sprint. Zetten we die even. Oh, hij staat wel goed. Hij staat wel goed. Oké. Goed, we gaan rennen en springen. We gaan ondertussen kijken naar de mannen die hier rondlopen. En die genieten van het een mooie pad hier zo in Umbar. Ik zal trouwens even laten zien waar we op de map zitten. Als wij een beetje wat tegen gaan komen. Het is hier zo. Het begint een beetje donker te worden, jongens. Waarom heb ik nou geen toortjes bij me?
Hier, koeien. Dat betekent vlees. Dus wat moeten we daarmee doen? Die gaan we eens even kijken of we die af kunnen maken. Dus komt u maar, meneer. Huppa. Oh, fuck, hij doet damage. Ga eens dood. Oh, oké. Nice. Hé, we hebben een hoorn. Nice. We hebben een hoorntje, we hebben raw beef en we hebben leer. Dat is precies wat we nodig hebben. Oh, het wordt nou wel weer licht. Oké, prima. Ga ik jullie eventjes de map laten zien van waar wij precies zitten. Zoals jullie... Oh, ik dacht, ik ga me aanvallen, jongen. Dat had je niet moeten hebben. Kijk, op de map, hier zie je dus een heel mooi Middle-earth. Zoals je kunt zien, we zitten hier bij Forodwef. We zien Eriador, we zien Mordor, we zien Gondor. Maar we zien ook Harad. En hier, net in het tipje van de sluier, zitten wij hier bij de Sauron's Road. Bij Anat An Kururum. Of Kuru... Wat? Wat is dat voor raar teken? Karumur. Laten we daarbij houden. Ik kan het niet spellen. We gaan ondertussen nog even wat koeien afmaken, want we willen vlees. We willen kunnen healen. Oh. Oh. Kom maar, jongen. Je bent neer. Die koeien zijn nog niet zo heel sterk. En we krijgen mooi wat vlees ervan. Het enige nadeel is dat het... Oh. Hij is neer. Ging maar net goed. Het enige nadeel is dat we nu hier zitten. Hé, kijk, daarachter zit ook nog wat. Dat is ook een building, daar kunnen we straks nog even gaan kijken. Maar we gaan eerst even die koeien afmaken. Het enige nadeel is dat er zo'n delay zit op het slaan, trouwens. Dat is wel wat minder. Zo, we gaan even wat kebab eten die ik uit de kist heb gevist. Kunnen we nog meer eten? Oh, we kunnen dit blijven eten, maar ik wil even regenen. En dan zien wij daar in de verte, zien wij een soort van fortificatie, lijkt het wel. Dat is het niet. Dit lijkt mij echt een Umbar gebouw. Het is trouwens nog best wel groot. Is dat niet een dorpje of zo? Lijkt wel zo. Volgens mij staat daar achter een dorp. We gaan even kijken. We gaan even deze kant op. En dan gaan we even kijken wat er hier tegenkomt. Zijn dat nou Tilian Rangers? Hey. Dit is niet de bedoeling, hè? We schieten die even neer. Huppa, dat is één neer. Jullie verdomde Tilians. Oh nee, ik schoot mis. Huppa. En... Oh nee. Wat? Hoezo is die geblokkeerd? Ah! Huppa, pak hem. Kom maar op, jongen. Huppa, hij is neer. Die dingen zijn sterk. En deze gast heeft een missie voor ons. Misschien dat we Italians moeten killen. Slay 34 man van Gondor. Laten we daarbij houden. Mijn Engels is niet zo goed de laatste tijd. Maar kijk, er zitten daar flink wat Italians. En er zitten al flink wat gasten van het leger zitten daar ook. Dus we moeten eerst even kijken of we... deze gasten neer kunnen halen. Ik heb niet zoveel pijlen. Ja, maar hij blokkeert ze soms ook, zie je dat? Huppa. Ga eens neer, jongen. Verdomme. En laatste schot. Yes. Kun je deze oppakken? Nou, er zijn er nog wel wat. Ik ga er gewoon op in. We gaan gewoon vechten. Huppa. Oh. Er is nog één. Gaan we deze pakken? Kom maar. Hoppa. Oh, hij slaat me ook echt gewoon met zijn messen, hè? Stinker. En dan deze nog. Kom hier. Kom hier, jongen. Kom maar. Hè? Durf je wel? Durf je wel tegen het arme volk? Hoppa. Nou, jongens. We hebben er al 4 geslacht. Dat is een goed teken. We hebben geen pijlen. In ieder geval kan deze niet oppakken. We hebben wel wat broodjes. En dit is dus het kamp. Ik zie daar een rider op zitten. Daarachter is er nog één. Kom, we maken deze ook nog maar even af. Dat is, volgens mij worden ze een beetje uit hun kamp getrokken. Zijn ze agressief. Oh, hier. De horse rider komt ons helpen, jongens. De horse rider. Nee! Wat doet die? Oh, nee. Ik wil die... Oké. En we gingen in één keer een confrontatie aan met Mumakin. De Umbar soldier. We're the real Unamain. Kaladeer van... And don't you forget that. Oké. Nice. Oké, maar zitten hier nog mensen in het kamp? Ik zie zo niemand. Kan dat kloppen? We gaan gewoon naar binnen. Zo, de deurtjes dicht. We gaan even sneaken. Misschien is dat wel een goed plan. Hallo? Zijn hier Italians? Hey, is hier nou gewoon een captain vermoord? Holy fuck. Je hebt een Mortar Rock. Nee, doei. Is hier nou een captain vermoord, zo te zien? Zou hier dus een captain moeten zitten zijn? Of in ieder geval een captain zijn geweest. Maar die is afgemaakt. What the fuck? We gaan eens even kijken. We zien hier een paard. Maar die... Ja, zit die nou vast of niet? Ik weet het niet. Eens even kijken wat er in deze kist zit. We hebben hier verouderde schoenen.
En wat, kijk, oh hier, cooked venison, dat is nice. We hebben nou wat leer, we hebben nou horns en we hebben raw beef. En wat hebben we hier? Hé, hey, kijk, we hebben centjes. Hé, hey, altijd goed. Nog wat wheat erbij. Hoppa. Lekker hoor. Zitten hier nog wat, wat andere... Fuck, wat weggeschoten of niet? Hallo? Wie is hier aan het vechten? Wie is hier aan het vechten tegen Italians? Ik kom je helpen. Ik weet het niet. Hallo? Oh, daar achter. Kom maar, jongen. Ik wil wel een bowfire met je. Ik ben toch veel beter. Je kan me toch niet raken, joh. Loser. Kom maar. Au. Oké. Okay. Oh. Huppa. Zo. Oh, hierachter is er nog eentje. Er zijn er nog wel een paar. We gaan die ook even afmaken. Kom maar, jongen, hè. Huppa. Jij wil vechten. Is er nog één? Oh, daar is er ook nog één. Fuck, man. Wat doen al die IT... Er zijn er echt veel. Oké. Met, dit is wel nice. Zo. Oeh. Goed, we hebben er 8 gekild. Zouden er nog meer zijn? Ik weet het niet. Deze gast is... Oké. Okay. Kunnen we nou dit paard gebruiken? Nee, dit is een NPC paard. Misschien dat er een zadel op zit dat we die kunnen pakken. Zo. Oké. Okay. Nice. Gaan we hier nog weer even verder binnen kijken, want... Dit is, ja, die wilde dat we die rocks gaan halen. Daar heb ik geen zin in. Maar we hebben hier nog wat kistjes. We gaan hier eens even kijken. Een pickaxe. Dat is wel nice. Die hadden we sowieso nog nodig voor het survivalen. Mochten we nog ergens naar binnen gaan trainen. Wat zit hierin? Hier zit nog een zwaard in. En geld en ijzer. Ja. Ik denk dat we zo prima... Als ik het zo bekijk, we gaan even hier naar buiten. Oh. Wat is dit nou? Is die banner is eraf gemold of niet? Zo. Oké, dit is jullie kamp. Maar het is totaal vernietigd, jongens. Dus wat wil je er tegen doen dan, hè? Ja, ik dacht ik al, hè. Wij zijn gewoon veel beter. Wij Umbar kunnen Italian hartstikke makkelijk aan. Ook al bouw je hier een fucking fort. Je gaat eraan. Ik kan hier trouwens nog wel even naar boven kijken. Ik wil eens even in die watchtower kijken hoe wij kunnen... Of wat wij kunnen zien wat daar in de verte is bij dat dorpje. Dus hallo, kunnen we dat zien? Nee, niet. Helemaal niks. Maar goed, we hebben spullen, we hebben Italians gekilled. En het blijkt dus dat we onze opdracht hebben voltooid. En wellicht kunnen we hiervoor dan nog, of in ieder geval bij die meneer daar in de verte, zoals ik het kan zien. Oh, wat is dat daarachter? Ik weet het niet. Kunnen we dus de volgende keer, kunnen we eens even een kijkje gaan nemen in dat dorpje. Om te kijken of we daar een vestiging kunnen krijgen. Dat we eventueel zelf een huis gaan bouwen in dat dorpje. En dat we misschien nog wel wat meer Gondorians af kunnen maken. En een paard kunnen krijgen waardoor we sneller kunnen reizen. Want op dit moment, ja, weet je, we zitten hier nog maar in de outskirts van Umbar. Dus we kunnen nog niet heel veel ontdekken. Als we echt een oorlog willen voeren, dan moeten we sowieso richting Haronder. En misschien dat we nog wel wat andere scoutkampjes tegenkomen van de Italians. Want ja, dit is een klein kampje, maar je moet ze nooit, maar dan ook echt nooit onderschatten. Dus ja, vond je dit leuk? Doe natuurlijk even dat duimpje omhoog. Abonneer natuurlijk even op Watch Jagger. Druk ook even op dat belletje als je meer wilt zien. Van deze serie op je kanaal elke vrijdag straks te zien. Mocht je dat leuk vinden, doe even dat duimpje omhoog. Dan kijk even verder. Kijk naar onze Discord, link in de beschrijving. En tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken en later.